Oh, ik ben Reinold Wiedeman en ik ben deelnemer aan het jaarboek van de Medes 14, waarin ik een verhaal heb geschreven, De IJzerman van Bochum. Dit jaarboek vind ik interessant omdat het zo breed is, zo uiteenlopend. Nou, dat zie ik in deze bundel ook. Er zijn mensen die gaan streed voor het verhaal. En er zijn mensen die gaan proberen daar meer een literaire draai aan te geven. Het wat poëtischer te maken of wat dan ook. Dit is Jaap Boekenstein. Ik sta in de Eeuw van de Mensbundel. Een geweldige bundel vol uitstekende verhalen. Plus mijn verhaal. Ik ben eigenlijk een beetje een mysterie. Dus ik denk graag voornamelijk mijn verhalen om te lezen. Dus lees voornamelijk mijn verhaal. Ik ben Martin Blom. En ik heb het een allemaal aangeleverd. Maar het is niet helemaal door de vervulling heen gekomen. We gaan niet mee. Dus. Maar dat is ook een beetje mijn eigen schuld. Paul die heeft hele goede suggesties gegeven om een verhaal bij te geven. En het is er niet voor gekomen. Ik ben een paar jaar geleden begonnen met schrijven. Ik ben voor het eerst opnieuw begonnen sinds ik 18 was. En ik vind het vreselijk spannend. Ik vind het een heel goed initiatief om een podium te bieden voor allerlei beginnende schrijvers, kunstenaars. Ik ben Esther Stassen. Ik woon in Zonnebreugel, maar ik kom uit de regio Den Haag. Dus ik vind het er echt heel strak uitzien. En ik blijf me verbazen over de variëteit aan verhalen die erin staan. En hoe mensen erop komen, vind ik altijd heel boeiend om te zien. Dus een aangename verrassing, absoluut. Koop die bundel! Ik ben Paul van Leeuwenkamp, bijna 16 jaar oud. Het is subjectief en dat zal altijd blijven verschillen per lezer. Wat de ene lezer geweldig vindt, zal de andere lezer niks vinden. Ja, mijn naam is Leon Lesman en ik woon al 40 jaar in Utrecht. Ik heb theologie gestudeerd in Nijmegen. Ik heb een lange loopbaan achter de rug in de vakbeweging, FNV. Nou, ik vond het echt een eer en ook erg leuk om als een soort gastdichter in dit boek, het jaarboek, Ganymedes te figureren. Science fiction boeken heb ik niet. Dit was voor mij eigenlijk een heel nieuwe beleving om het verhaal te lezen. En het is niet alleen meegevallen, ik vond het eigenlijk heel erg leuk. En in dit boek is ook heel divers. Het verhaal is ook heel divers. En vaak heel verrassend. Is een lijst voor mijn gehele oeuvre. Enkele verhaaltjes, enkele collages. Gepubliceerd in een aantal talen. Het is best leuk natuurlijk. Het is vooral een aansporing om beter te doen. Ik heb een verhaaltje aangeboden dat typisch is voor mijn recent werk. In die zin dat het zich afspeelt in Brussel. Ik heb de laatste tijd wel meer verhalen geschreven die zich afspelen. Ofwel in mijn geboortestad Gent ofwel in Brussel. En Robert Jan Swiers, ben onder andere schrijver, filmmaker, muzikant, theatermaker en heb meegewerkt aan Ganymedes en een andere uitgave van fantastische vertelling. Het leuke van Ganymedes is dat je een grote bonte verzameling hebt van verhalen. Van een aantal zeer goede schrijvers die in dat wereldje in Nederland ook aardig bekend zijn. Mijn eigen bijdrage was Mary Smoky Jacket. Een verhaal dat je zelf maar even moet lezen om het te kunnen waarderen. Ja, mijn naam is Jan J.W. Kuipers. Ik ben schrijver. Ik heb aan de Ganymedes-reeks meegedaan vanaf nummer 4. En ik vind het buitengewoon verheffend dat die reeks nu weer is voortgezet. En dat succes te waarborgen moet ik bedoelen door Jan en allemaal verkocht te worden. Zelfs door analfabeten en haters van het genre. En meer is daar niet aan toe. Ik heb de bundel grotendeels gelezen. Ik vond de verhalen van verschillende kwaliteit. Wel vond ik zeer positief dat het genre van alle zijden werd benaderd. Dus heel breed de genre aanpak. Dat vind ik altijd wel vruchtbaar ten aanzien van het doorbreken van de grenzen. Waar enkele topverhalen in vond ik. Nou ja, in die zin wordt de traditie wel voortgezet van Ganymedes. Een zo breed mogelijk overzicht van de Nederlandstalige genreschrijvers. Fantastiek science fiction.
En dat dit nu weer is opgepakt door een stichtje Fantastische Vertellen. Geeft weer hoop voor de toekomst. Mits natuurlijk, zoals gezegd, iedereen deze bundel aanschaft. Ik ben Nieke, 46 jaar. Ik heb 3 kinderen en sinds een jaar schrijf ik ook. Oh, ik heb ook nog een man. Ik heb geschiedenis gestudeerd en dat kun je heel goed zien in mijn verhalen altijd, ook in deze. Want het gaat over het oude Carthago, in de Romeinse tijd, en over kindermoorden.